Is een jongen uit een gezin van 4 kinderen. Opgegroeid in het Leger des Heils. Opgegroeid in Emmen en omstreken. Een muzikale achtergrond sinds mijn 14e. En getrouwd met mijn lieve vrouw Bianca, die daar achter jou zit. En ik ben muzikant in hart en nieren. En ik doe het graag voor de hobby. En ik speel in een band bij het Leger des Heils hier in Emmen. En ik speel in de nationale band, dus de Amsterdam Stafband. En mijn grootste hobby thuis is muziek maken in vorm van multitrack. In mijn eentje een orkest vormen. Liefst mogelijk met één instrument. En ik speel dus euphonium. En die heeft zowel de mooie bastonen als de mooie leidtonen. En dat is Jorijn eigenlijk. En ik word op mijn YouTube-kanaal gevolgd door heel de wereld. Op het moment. Krijg je berichtjes in het Japans. Ik krijg berichtjes waar ik niet eens van weet wat voor taal het is. En Google Translate kent ze ook niet. Dus. Dat weet ik nou niet altijd hoor. Er zijn altijd mensen die het niet leuk vinden. Dat is simpel zat. Maar de meeste dingen zijn vaak wel positief. Ik heb dus op een lomschool gezeten, vroeger ook met mijn gedrag. En leren ging moeilijk. Niet omdat ik het niet zou kunnen, maar omdat ik me moeilijk kon concentreren. En zo ben ik dus ook muziek gaan leren. En toen zeiden ze van mijn ouders, ja, in het begin van, ja, misschien is het wel erg moeilijk van Jorijn. Verwacht maar niet dat het veel wordt. En stel je, voor hetzelfde geld stopt hij over 2 maanden, weet je wel? Nou, en dat is dus een beetje uit de hand gelopen. Ja, ik kan het niet omschrijven, maar het was op een gegeven moment zo erg dat mijn vader helemaal gek van werd als hij thuis zat te werken. Dat hij mijn mondstuk in beslag nam, dan kon ik niet meer spelen. En dan had hij hem in zijn la gelegd, in de la op slot. Jorijn is een professional op het gebied van muziek. Maar Jorijn heeft ook een beperking. En daarom heeft hij veel moeite mee zelf. En daar moet hij mee leren omgaan. En vooral, misschien hij niet alleen, maar de samenleving. De beperking van Jorijn is één, maar de samenleving is ook een beetje gek. Dat kringelding daarboven, dat was de kuil altijd. Daar hebben we met Koperas allemaal altijd gespeeld. De kuil, dat is voor het podium. Dat is. Oh ja. Ja, dat kan ook. Ja. Beetje jammer. Maar het is dus echt een kuil daar. En, ja. En daar had je ook echt mooi afgewerkt met hout. En daar kon je dan ook echt met een grote groep muzikanten zitten. Moest je niet te veel slagwerk hebben, maar kon er heel mooi zitten. En het is zo jammer dat we er niet in komen. Ik had het graag laten zien. Maar dit is gewoon helemaal dicht. Het doet gewoon toch wel een beetje zeer dat ik hier zoveel lesuren heb gehad. Echt verschrikkelijk veel. En dat het nou gewoon helemaal wegbezuinigd is. Ja, hier heb ik les gehad. Hierboven. De bovenste vier ramen. Dat was de leraar, dat was mijn euphoniumdocent. Vanzelf was hij trompetist. Ja. Maar hij kon goed coachen. Ja, vooral, en ook vooral mij coachen. Wie was dat? Dat was Willem Kersies. En
Ja, hij zei van het begin is even niet leuk, want dan moet je alles weer opnieuw doen. Dan, we willen het vanaf het begin af aan weer een beetje opnieuw sturen. Hij zei, dan moet je me eventjes, een paar jaar moet je me even de kans geven. En dan, dan zul je zien dat je met sprongen vooruit gaat op een gegeven moment. En dat is hem echt, dat heeft hij waar gemaakt. Oké. Okay. Dus aan hem heb je het ook wel te danken. Ja, ja. Ja, ja, en het is zo jammer, moet je zien dan. Het was zo'n mooi gebouw. Ja. Weet je. En nou staat het daar. Ja, dat doet toch wel een beetje zeer. Ja? Ja. Maar ik snap dat het veel geld kost hoor. Maar ja, goed, kijk dan. Het levert ook iets op. Het levert inderdaad iets op. Zeker voor. Als ik daarmee zie wat ik hier aan te danken heb, ook aan de subsidie die er toen was. Mm-hmm. En dat is dan niet eerlijk. Dat bijvoorbeeld als ik kinderen zou krijgen, dat die daar geen recht op hebben, meer op hebben. Ja. En dat ik dat wel heb gehad. Ja. Weet je, dat is wel jammer. Hij oefent heel veel thuis. En in het begin had ik wel zoiets van, ja, kan je even stoppen nu, even rust. Ik wil ook even iets anders doen, want hij oefende eerst beneden. En op een gegeven moment werd je er echt helemaal gek van, want je kon echt niks doen. En ze hebben gezegd van, ga maar ergens anders naar boven oefenen. En daar heeft hij echt zijn eigen ding. En ik kan hier dan beneden mijn eigen dingetjes doen. Ja. En op een gegeven moment hoor je het ook niet meer. Hoe lang zijn jullie al samen? Lang. Ja, lang. Ja, mijn man zit daarachter te bewegingen te maken. Maar 10 jaar, ja, ik moet altijd heel goed nadenken. 10 jaar samen. Ik was aan het denken getrouwd. 5 jaar getrouwd. Ja. Ja. En toen je Jorijn zegt, wat vond je hem gelijk? Dacht je gelijk van, nou, dat is wel partnermateriaal? Nee. Nee, nee, toen ik Jorijn voor het eerst zag, wat ik dacht was van, wat een rare lange sloemel. Ja. Jorijn is heel groot, heel lang. Uh-huh. En hij was heel druk met iedereen aan het praten. En hij is wel heel sociaal met iedereen te praten. En ik dacht, en ik was nieuw, ik was nog maar net bij het leger dezelfde. En ik dacht, als hij maar niet naar mij komt, want ik wil er niet mee praten. Ik vond hem een beetje een vreemde vogel. Ja. Maar uiteindelijk veranderde dat wel, want je leert elkaar kennen en je met elkaar praat. En ja, uiteindelijk toen vond ik hem niet meer zo vreemd. Nee, en op een gegeven moment kwam. Ging de knop om meer door het chatten met elkaar op MSN. Dus toen je hem beter leerde kennen? Ja. Toen dacht ik, ach, is niet zo'n vreemde vogel. Is eigenlijk wel een hele leuke jongen. Ja. Ja. Jorijn was denk ik een jaar of 7, 8 en ik werkte toen in de opvang voor het dak- en thuislozen met heel veel bijzondere mensen. Nou, op een gegeven moment liep Jorijn dan met me mee en ik zei dan tegen hem, ja, hier zijn toch wel heel veel rare vogels. En Jorijn die zegt en die kijkt en zegt, ik zie helemaal geen vogels. Ja, dit is een te verzet, hier komen dus mensen voor een spreekuur. Of mensen met een krappe beurs, die kunnen hier voordelig kleren kopen, gebruikte kleren. Ja. En soms ook nieuw in verpakking, hè? Ja. Weet je, wat mensen, sommige mensen die hebben iets nieuws en dan kopen ze het, maar dan trekken ze het niet aan. Oké. En dan blijft het in de kast liggen. Zo
heb je dus soms echt op nieuwe kleren liggen. Wat zegt u? Ik ga deze verder hoor. Volgens mij niet. Maar ik heb nog problemen, ik kan het helemaal niet meer lezen. Maar wou je iets brengen? Of... Kijk. Dus hier aan, als je ja, hier dat, weet ik, okay. Dat weet ik ook okay. Wel. Maar dit heb ik nooit aangehaald. Dat komt zo nieuw uit de kast. Dus dan zit er, ja, ja. Komt er wel in. Oké. Okay. Zoek ze maar uit daar. Ja. Jongens. Daar wordt vast iemand blij van. Ja, dat denk ik ook. Dit is dus het normale uniform van een heel soldaat. Dan hebben we het stafbanduniform. Dit is het officiële uniform van de stafband. Dit is het festivaltenue. Ja, dat zit ook allemaal extraatjes op. Ja, precies. Maar het oog wil ook wat. Ja. Ja, dit moet er feestelijk uitzien. Ja, nou, ik vind het op zich voor een uniform van het leger zelf vind ik het bijzonder feestelijk uitzien. Dan hebben we nog het zomeruniform. Dit is dan het zomeruniform van mevrouw. Oh ja. Daar zit dan een... Met korte mouwen. Ja, en dan hoef je niet dat warme jasje aan. Precies. En welke voel je het lekkerste in zo? Gewoon mijn eigen uniform. Oké. Dat vind ik de plezierigste. Ja. Maar die andere twee die zijn op maat gemaakt, die zitten beter. Ja? Die zitten beter, maar gewoon mijn eigen uniform is... Is sober. Ja, dus wat... Zo ben jij... Van, doe maar even normaal. Precies, en zo ben jij eigenlijk ook, ja. Hè? Ja. Sober en doe maar normaal, dan is het toch gek genoeg. Ja. Dat slotakkoord, ja? Met de bas. Ja, hè? Dat hij zo naar beneden gaat. Ja, maar dat ik dus een andere... Nou, even wat. Ja. Maar ben je wel eens echt tevreden? Ja. Nooit. Nooit? Ik ben altijd na bewerken en dan denk ik van, nou, misschien zo. Weet je, want... daarop zeg ik van, je wordt nooit zomaar multitracker. Kijk, en als je het ook helemaal zelf doet... op een gegeven moment, je moet niet leven in de illusie van ik speel alles eventjes in één keer in. Het moet perfect. En als het niet in één keer goed gaat, dan gaat het wel een 80 keer goed. Ja, maar daar hebben we ook de tijd voor. Ja. Het was super gezellig. Vond ik ook. Ja, ik vond het super leuk. Hey Jorijn, dankjewel. Hey, bedankt hè. Ja, precies. Even een hug. Precies. Hug. Hey, ik vond het echt super leuke dag. En ik vond het heel leuk je te hebben ontmoet. Ja, ik vond het ook leuk, wederzijds. Nou, fijn. Doei. Doe voorzichtig. Zal ik doen. Doei.